Welkom bij een nieuw seizoen Buiten de Lijntjes. Met nog meer gekke vragen, leuke voetbalchallenges en vette voetbalprijzen. En vandaag gaan we gezellig langs... Diederik Boer. Wanneer ben jij voor het laatst dronken geweest? Nou, dat zal ergens in deze vakantie geweest zijn. Dat is heel lang geleden, ik je vertellen. Ja, nee. Dat is en hoeveel drankjes heb je daarvoor nodig, denk je? Als topsporter? Nou, geef mij op een avond een goede fles wijn en dan ga ik al aardig zweven hoor. En als het dan een glaasje of twee meer wordt, dan kun je hem opvegen. Dus, Wie vind jij de meest vervelende interviewer, voetbalinterviewer in Nederland? Voetbalinterviewer? Ja. Dat is ook wel lastig hoor, want daar krijg je waarschijnlijk zometeen weer geen zeik mee. Maar, maakt niet uit. Dan zeg ik het op Arno Vermeulen. Waarom? Ja. Geen idee. Tijd voor de challenges. Jij krijgt een paar opdrachten van ons. Als je ze niet binnen 3 pogingen goed krijgt, dan moet jij wat geven aan onze kijkers. Nou ja, dat zal geen probleem zijn. Ik heb nog wel een paar handschoenen liggen voor de kijkers. Dus, hartstikke leuk. Ik hou de bal zo, laat hem los. Ja? En dan moet je hem aannemen binnen de cirkel. De bal mag niet buiten de cirkel komen. Jeetje, en dan vraag je aan de keeper. Ja, ben je klaar voor? Ja. net niet. Oké, ronde 2. Hey, de bal is te zacht, man. Oh ja, dicht aan de bal. Zo, wauw. Met die trampoline erin. Maar dat is dus gewoon... Ja, maar dat is toch geen aanname? Hij moet ook dood liggen. Ja, laat maar. Ik heb mijn schoenen er ook niet voor, hoor. Ik zweer het je. Je kent Weekend Millionaires. Ja? Dan heb je soms vragen dat je miljoenen euro's kan winnen. Ja. Welke speler of ploeggenoot zou jij dan bellen als je een hele moeilijke vraag had? Als ik een hele moeilijke vraag had? Ja. Dat zou ik niet bij Zwolle doen. Maar dan zou ik denk ik dan toch... misschien ook wel bij Zwolle. Nee. Dan zou ik Davy Klaas doen. Dat vond ik wel een wijsneusje. Dus ja? Die wist altijd wel een hoop. Dus dan zou ik die denk ik bellen. Je hebt natuurlijk een hoop wedstrijden gespeeld. Wat is in jouw ogen echt de slechtste wedstrijd die je ooit hebt gespeeld? Oh, ja, de meest slechte en die met het meeste bijstaat is de wedstrijd van mijn tweede wedstrijd in betaalde voetbal PSV uit. Maar 4-1 of zo uitverloren. Ah, dat viel wel mee. Dat viel wel mee inderdaad. We speelden ook wel vrij goed, alleen was een enorme ketsliepmaker. Dus, hoe ging die precies? Ja, het sneeuwde een beetje en die bal die komt schot van Robben volgens mij. En ik door de benen heen gaan en verder voor de wedstrijd tikte binnen. En dat was maar de 2-0 of de 3-0 was dat. Hoe uit was je toen? 20, 21. Oh. Ja. Het zijn vervelende dingen die gebeuren, maar ja, ach ja. Ja. Dat is wel een tijd geleden. Dus. Maar nou, op een of andere manier is die me altijd wel bijgebleven. Een mooie woord, Jeu de Boel. Kom maar. Ja. Gewoon zo, zeg maar. Ja. Hop, dan geef ik jou de bal. Nee, kijk, moet jij nou eens op de kunstgras letten, hè? Dan moet je echt rekening mee houden met de kunstgras. Ja, niet slecht. Kijk hoe die heen gaat. Nou, zet die lichtmast er maar aan, hoor. Nou. Oh. Dat is een schrikking. Kijk daar hoe dat kunstgras gaat, joh. Nou. Hey. Ja. Op je hoogtepunt, hoeveel miljoen vond jij jezelf waard? Op mijn hoogtepunt? Op je hoogtepunt. Of is dat nu? Dat is niet meer, nee. Hoeveel miljoen? Nou, als je deze knotsgekke tijd zou leven, dan zou je zeggen 10 miljoen. Ja, Zwolle heeft ooit een keer een afkoopsom van mij gehad. En dat was een mooi bedrag van Ajax. En, is het nog hoeveel dat was? Ja, volgens mij om en nabij 1 miljoen. Lekker. Dus dat was een prima afkoopsommetje volgens mij. Dus dat was prima. Hey, voor wat zou jij je voetbalcarrière opzeggen? Oh, dat is heel makkelijk. Het lijkt me echt geweldig om in een band te spelen. En wat dan? Ja, drummer of gitarist. Ja, op een of andere manier, als ik een band zie spelen, dan lijkt het me altijd geweldig om daar op het podium te staan. En ik zeg altijd van, daar zou ik zo mijn voetbalcarrière voor in willen rijden. Ik ben totaal niet muzikaal of wat dan ook. Ja, maar gewoon dat toeren met zo'n band lijkt me echt geweldig. En dan crowdsurfen ook? Nee, dat niet. Nee? Dat lijkt mij geweldig. De volgende challenge, Diederik, jij moet gaan hoog houden. Doe maar even. Ja. En dan moet jij, terwijl je hoog houdt, mij vertellen ja. De namen en rugnummers van PEC Zwolle van nummer 1 tot met 11.
Ja, ik een feest slikken. Dat is even goed. Oh, dan slik ze meteen. Oh, je bent nu al aan het tijdrekken, je bent nu al aan het nadenken. Ja, maar zo gaat het ook. Ik ga het controleren hier op de website van PEC Zwolle. Oké, komt ie. 1, Diederik Boer. Klopt. 2, Bram van Polen. Klopt. 3, hebben we niet. Oh. 4, Dirk Marcellus. Ja. 5, Kenneth Paal. Ja. 6, Gustavo Hamer. Klopt. 7, Vita van Krooi. Klopt. 8, Clint Leemans. 9, Mike van Duinen. 10, hebben we ook nog niet. 11, 11, 11, 11, 11. Kom. Jeetje, geen idee, hebben we ook niet. Jawel. Echt? Ja. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. Als je deze niet weet, ben ik vrij ontdaan hoor. Tel onder. Ja! Ja! Hoe wist je dat? Geen idee. Wil je de handschoenen winnen? Dan moet je raden hoeveel doeltrappen ik neem tegen PSV. Mensen, tot ziens. Hoppa.